Universiteit van Nederland. Zijn wij een gaaf landje? Ik kijk naar Nederland als een gaaf land. Of is onze democratie stuk? Vandaag onderzoekt de Universiteit van Nederland de staat van onze democratie. Nou, onze democratie is natuurlijk altijd een beetje stuk. Altijd imperfect. De perfecte democratie bestaat niet. Dit is jurist Reijer Paschier van de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de democratische rechtsstaat. Met hem leggen we onze democratie onder een vergrootglas. Want eerlijk is eerlijk, hier en daar piept en kraakt het. Na de verkiezingen is het doek gevallen voor kabinet Rutte 2. Het kabinet Rutte 3 is zojuist gevallen. Het einde van kabinet Rutte 4. Naast het vallen van een aantal kabinetten hebben we ook nog dit. De kabinetsformatie duurt inmiddels al 231 dagen. Langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Is het tijd om onze democratie te renoveren? Volgens Reijer zijn er meerdere problemen, maar er zijn er twee die vooral de democratie bedreigen. Grote politieke partijen die steeds kleiner worden. En de waan van de dag houdt politici in hun greep. Denk aan alles wat op social media gebeurt. Zoals dit. Ajax Feyenoord is denk ik wel goed om even te memoreren dat dit de meest historische overwinning ooit is geweest. Onze grote held Max Verstappen die reist ook en ook vaak noodgedwongen met privé. Jet. Kindvloggers. Dit naar aanleiding van een gesprek met de hier al eerder genoemde Tim Hofman in het programma Boos. Om te begrijpen wat er misgaat, moeten we terug naar het ontstaan van onze democratie. Als je een geboortemoment van de democratie wil aanwijzen, zou je kunnen zeggen dat dat gebeurd is in de tijd van Thorbecke, 1848, toen Nederland een nieuwe grondwet kreeg waarin de ministeriële verantwoordelijkheid werd vastgelegd. De ministers leggen voortaan geen verantwoording meer af aan de koning, maar aan de Eerste en Tweede Kamer samen. Dat wordt de Staten-Generaal genoemd. En die wordt gekozen door het volk. In de tijd van Thorbecke was het kiesrecht nog maar weggelegd voor een heel klein percentage van de bevolking. Maar langzamerhand, naar het begin van de 20e eeuw, kregen steeds meer Nederlanders kiesrecht. En kun je Nederland een democratie gaan noemen. Maar toen waren er nog geen politieke partijen zoals we die nu kennen. In het allereerste begin waren Kamerleden min of meer zelfstandig. Je zou dus kunnen zeggen dat de Kamer zich ontwikkeld heeft van een parlement van eenlingen. Al vormden ook die wel groepen en fracties. Maar zijn langzamerhand zijn er politieke partijen ontstaan. Van eenlingen naar partijen. En die partijen kregen steeds meer vorm. We spoelen even door naar de 20e eeuw. In de loop van de 20e eeuw verzuilt Nederland. Dus Nederland wordt eigenlijk opgedeeld in vier maatschappelijke zuilen, de katholieken, de protestanten, de liberalen en de socialisten. En die hebben ook hun eigen maatschappelijke organisaties, maar ook hun eigen politieke partijen. En het stemgedrag van de meeste burgers wordt eigenlijk heel voorspelbaar. Als je protestant bent, dan stem je op de ARP bijvoorbeeld. Als je katholiek bent, dan stem je op de Katholieke Volkspartij. En zo krijgen we eigenlijk een relatief stabiel politiek landschap. Partijen met hun trouwe kiezers werken samen om een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer. Een coalitie. En als je met twee partijen een meerderheid kunt hebben, dan is dat heel overzichtelijk. Maar dan brokkelt de verzuiling af. Je stemt niet meer automatisch op een partij vanuit je geloof, maar bepaalt bij iedere verkiezing opnieuw met welke partij je het eens bent. We spoelen weer door naar vandaag de dag met maar liefst 17 partijen in de Tweede Kamer. Het aantal partijen wat we nu hebben is niet zo nieuw. Wat wel nieuw is, is dat we eigenlijk geen grote stabiele middenpartijen meer hebben. En dat maakt dus ook coalitievorming ingewikkelder. De stabiele middenpartijen waren ooit bijvoorbeeld de VVD, CDA en PvdA. En als je met hen samenwerkt, had je zo een meerderheid. Nu heb je soms wel 4 of 5 partijen nodig om die meerderheid te krijgen. We schuiven met Reijer aan tafel om het te hebben over de coalitieonderhandelingen. Dus met al die verschillende visies komen partijen bij elkaar, gaan onderhandelen en moeten geven en nemen om tot een eenduidig beleid te komen waarachter de coalitie kan gaan staan. Ja, met hoe meer mensen je aan tafel zit, hoe moeilijker dat is. Zie je bijvoorbeeld bij stikstof. Kabinetten zijn niet in staat om harde noten te kraken, omdat de verschillende partijen in het kabinet verschillende visies op dit probleem hebben. En ook bang zijn dat hun achterban misschien niet achter een bepaalde aanpak staat. Oké, we kunnen mensen niet dwingen om op die grote middenpartijen te stemmen. Is er dan een oplossing? Reijer noemt er 3. Te beginnen met een kiesdrempel.
Dat je zegt, alleen partijen die bijvoorbeeld 5 of zelfs 10 zetels halen in de Kamer, die laat je daadwerkelijk toe. Dan elimineer je dus automatisch de kleinere partijen. Nog een optie is, en dat doet men in Griekenland, is om de winnaar van de verkiezingen, de grootste partij, een bonus te geven. Dus dan zou je bijvoorbeeld, stel de VVD wint weer de komende verkiezingen, dan zou je de VVD er bijvoorbeeld er automatisch 15 zetels bij kunnen geven. Zodat die partij gemakkelijker een coalitie kan vormen met kleinere partijen. Het nadeel is natuurlijk dat het niet helemaal eerlijk is. Want je geeft dan zomaar de grootste partij een groot aantal zetels cadeau. Terwijl mensen bij het uitbrengen van hun stem daar niet per se rekening mee hebben gehouden. Reijer heeft ook nog een derde optie. Een minderheidskabinet. De grootste en de één na grootste partij samen kunnen onderhandelen over een akkoord op hoofdlijnen na de komende verkiezingen. En dan kunnen gaan kijken of ze per geval een meerderheid kunnen vinden in de Staten-Generaal. Dan zullen ze soms misschien over rechts gaan en soms over links en per issue in wisselende coalities opereren. Veel mensen verwachten dat zo'n kabinet ontzettend instabiel zou zijn, omdat je nooit automatisch kunt rekenen op de steun van de meerderheid of zomaar eens een motie van wantrouwen aan je broek zou kunnen krijgen. Maar we hebben het in Nederland nog nooit geprobeerd. Bij een minderheidskabinet moet je iedere keer opnieuw onderhandelen met partijen buiten je kabinet om op zoek te gaan naar genoeg steun voor je plannen. Dat kan ook een voordeel zijn. Nu zijn coalitieonderhandelingen achter gesloten deuren. Dat kan ook bijna niet anders, want partijen moeten geven en nemen. Men timmert het beleid voor 4 jaar in principe dicht. En daarna is het moeilijk om akkoorden weer open te breken. Terwijl als je continu moet onderhandelen, is ook dus continu de volksvertegenwoordiging aan het zet. De Eerste en Tweede Kamer. En loop je minder risico dat de volksvertegenwoordiging een soort stemvee wordt. En dat er alleen nog maar een beetje oppositie is vanuit de partijen die niet in de coalitie zitten. Nee, nu met zo'n minderheidskabinet spelen de Staten-Generaal continu een volwaardige rol. En hoe zat het dan met dit? Een Baudet, wat heeft u nou weer aan? De toedracht van mijn outfit zal direct duidelijk worden. Tegen alle boeren die kijken en die denken, hoe vormt dit een bedreiging voor de democratie? Onze Tweede Kamer is oorspronkelijk bedoeld als een debatarena, waarbinnen verschillende mensen met verschillende opvattingen en visies met elkaar debatteren, met elkaar ideeën uitwisselen om tot zo goed mogelijk beleid en besluiten te komen. En wat zie je vandaag de dag? Eerst met de opkomst van televisie natuurlijk en daarna sociale media, dat politici zich heel vaak niet meer primair tot elkaar richten, maar tot de mensen thuis. De Tweede Kamer en inmiddels ook de Eerste Kamer hangen vol met camera's. Iedereen kan continu live meekijken en dat weten politici maar al te goed als ze debatteren. Ik zou de kijkers graag thuis meegeven. En ik zeg tegen Nederland en de kijkers thuis. En dan kan het zo zijn dat politici, overigens aan alle kanten van het politieke spectrum, puur en alleen binnenkomen en puur alleen deelnemen aan het debat om een filmpje op te nemen, om daarna weer te vertrekken en zich met andere dingen bezig te houden dan met het debat. Onze politici zijn bezig met sociale media. Is ook niet zo gek, toch, in deze tijd? Wat is precies het probleem? Nou ja, we staan voor een aantal lange termijn uitdagingen. Denk aan klimaat. Denk aan hele grote bedrijven. Denk aan ongelijkheid. Dat zijn hele diepe, lange termijn problemen die om aandacht vragen, om studie vragen, die ook om gedegen wetgeving vragen. En nou ja, goed, ik kan niet alles wijten aan technologie en aan de media. Maar dit zijn wel thema's die continu door de waan van de dag worden ondermijnd. Hoe denkt Reijer dat we de lange termijn weer terugkrijgen in de Kamer? Ik denk dat het al heel erg zou helpen om camera's uit het parlement te halen. Dat er gewoon niet meer gefilmd mag worden in het parlement. Zodat politici niet in de verleiding kunnen komen om zich tot de camera te richten, maar genoodzaakt zijn om zich tot elkaar te richten, wat ook de bedoeling is. En dan kun jij misschien tegenwerpen, ja, dat gaat ten koste van de transparantie. Nou, helemaal niet. Jij kan thuis gewoon keurig de notulen, de handelingen van de Kamer nalezen. Even voor de duidelijkheid, Reijer wil echt alle camera's de Kamer uit. Geen mobiele telefoons meer en zeker geen smartphones meer.
in het Kamergebouw. Alle camera's en telefoons verbieden? Dat gaat toch echt nooit gebeuren? Tot in Finland hangen er geen camera's bij commissievergaderingen in het parlement. Heel bewust om ervoor te zorgen dat tenminste bij commissievergaderingen politici met elkaar en met de inhoud bezig zijn. En dat werkt daar heel goed. Daar is men tevreden over. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En ik denk dat op een gegeven moment, als de nadelen groot genoeg worden, zullen ook in Nederland mensen kijken naar die voorbeelden en zich gaan afvragen, bewandelen we nu wel eigenlijk het juiste pad? Het vereist natuurlijk wel medewerking van de Kamer, want de Kamer stelt zijn eigen reglementen vast. Ga ervan uit dat uiteindelijk elke politici er niet zit voor zichzelf, misschien is dat wat naïef, maar voor het algemeen belang. En voor het algemeen belang, voor de democratische rechtsstaat, is het heel belangrijk dat ons parlementaire stelsel functioneert. We hebben geen alternatief eigenlijk. Dus dan misschien moet je af en toe wat impopulaire maatregelen nemen, of maatregelen waarmee je jezelf misschien enigszins in de vingers snijdt, maar dat is in dit geval overduidelijk, zou dat in het algemeen belang zijn. Wie eigenlijk alleen maar aan zo'n Instagram-account werkt, die valt snel genoeg door de mand. Dat wil je uiteindelijk ook niet als politicus, neem ik aan. Samengevat. Coalities vormen wordt steeds lastiger en er is weinig focus op de lange termijn. Als dat opgelost wordt, kan onze democratie dan nog een tijdje mee? Ja, we moeten continu waakzaam zijn, want met die democratie kan het in principe ook snel weer afgelopen zijn als we niet oppassen. Maar op zich is dat niets nieuws. De democratie vereist altijd onderhoud en altijd waakzaamheid. Dankjewel, Reijer. We zijn benieuwd naar de Tweede Kamer van de toekomst. Met of zonder camera's. Tot de volgende!